Nou, we doen als verse stramien dat we de meesten eerst even wat introduceren. Want ze vindt misschien heel sneu, maar provinciale politici ben net zo bekend bij de meesten thuis. We willen zelfs weten wat ze vastingen, wat ze nou zelf wichtige punten vinden. En we zullen zien dat we dan letter van de midden nog wat debat op gang krijgen. Want ja, er is wat te kiezen en ik net alle partijen vinden hetzelfde, gelukkig. Tom van Maurik van de VVD, een van de listloekers die hier vanmiddag bij u te gast is. Jo, ben je ook ik nog wethouder, hè? Ja, dat klopt. Ik ben de helft van de week wethouder op Vlieland. En de andere helft waar ik in Liaut. En ik ben fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Steden. Maar is dat net de volle van het goeie? Ken je het beter van Rjochtje nou maar even op het wethouderschap op Vlieland? Nou, dat is een parttime baan. Als het een fulltime baan westwijze zo, dan hier denk ik net in de steden zitten. Het is wel heel mooi om het werken in een hele lietse gemeente te combineren met het werken toch bij een vrij abstract bestuursorgaan als de provincie. En wat voor werk dien je verder in de politiek aan? Ik ben een schoft wethouder in Liaudwest. En daarvoor had ik een aantal jaren in Burgum werk op het gemeentehuis. En daar heb ik een fantastische tijd om een aantal dwarpen opknapt. Grote projecten, mooi, staljoen. Dwarpen opknapt? Ja, bijvoorbeeld Jestermar, Oudsjerk, Zwaard. Maar als ambtenaar? Ja, als ambtenaar met een ploeg collega's. Hier mijn plaatste methode ontwikkeld dat we per twee jaar een dwarp helemaal onder handen namen. En gewoon op een fantastische manier opknappen kon. En toen dacht Jo, die ambtenaars moeten eigenlijk uitvieren wat die bestuurder zal je beslissen. Lid mij maar bestuurder worden. Nou, er kwam een stagiaire bij ons op het gemeentehuis. Dat was Arno Brok. Oh. En die kwam erachter dat een VVD-lid uit Liaut werkte in Burgum. En is zo stond in de keer wat van de partij waar we in Liaut. En zo is het gekomen. En zo is het gekomen. Ja. We gaan naar de SP, Jos van der Horst. Wat loopt Jo nou in de provinciale politiek? Nou ja, van alles en nog wat. Hè. Wat de SP trekt in de politiek is dat we wat kunnen doen voor de mensen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden. En dan maakt het net uit op welk bestuursniveau? Nee, dat maakt in wezen niet uit. Want je bent volksvertegenwoordiger of je bent geen volksvertegenwoordiger. Ben je van hoe ziet een echte actievierder? Want Sasti en de meeste SP'ers daarvoor bekend, hè? Ja, ik mag graag op de straat zijn en ik mag graag met de mensen een actie doen of strijden voor dingen die mensen onrechtvaardig vinden. Ja, dan mag ik. Dat is echt wel. Dat vind ik wel echt heel fijn om te doen. Ja, en beroepsmeertig, waar ga je altijd met Waan de West? Nou, ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het supermarktwezen, waarvan de laatste 20 jaar als bedrijfsleider. En sinds 1 januari ben ik fulltime in dienst getreden bij de SP als scholingsmedewerker. Oké, dus je zit er nou in je eigen club de oren te vertellen hoe het maakt en brengen dat zelf ik nog in de praktiek? Nou, daar komt het wel op neer, ja. Eigenlijk wel. Dan geven wij Max Arema van de PVV. Ik een nijkommer in de provinciale politiek. Ja, van jou weet wel. Jou een plisjeman, hè? Of dat ben je gewoon nog? Ja, ik ben het nog steeds. Ik ben het fulltime. En ik zit nog steeds met beide voeten in de samenleving. En ik zocht natuurlijk om je heen wat er al gebeurt in deze samenleving. En toen met mijn vregen een tijdje lien om listloeker te worden van de PVV Friesland, had ik volmondig jaar zijn. Ik vind het een hele eer dat ik het waar mij en dat ik de mensen in Friesland die op de PVV stemmen, verzint wurgen mij straks in de steden. Maar voordat je van vregen waren, hing je toen wel eens dacht van, die provinciale steden, dat liep het mij wel wat. Daar zou ik wel eens in willen. Ja, het maakt het op zich net zo vol uit wat je ingeen, had je maar een goed gevoel erbij had. En ik heb hier een goed gevoel bij. Ik geloof best dat wij in de provinciale steden het nodige betekenis kennen. En net alleen nog maar om als stemvee te functioneren voor een grote PVV in de Eerste Kamer? Nee, daar zorg ik het helemaal uit. Nee. Oké, we gaan nog even een hele kwart ronde, meidje. Van Maurik, VVD, wat vind je het wichtigste punt uit jouw eigen programma? Banen, investeren in de Friese economie, investeren in infrastructuur, onder grote projecten. Maar ik investeer in het hoger onderwijs, university campus, dairy campus. Dat klinkt mooi investeren, maar het credo van het kabinet, wie bezuinigen jullie ook? We komen daar misschien letter van de midden op waarom. SP, Van der Horst, wat vind je? Het behoud en de bereikbaarheid van voorzieningen zoals politie, bibliotheken, sociaal-cultureel werk en gezondheidszorg. Want die zijn wel onder druk, hè? Ja. Ja, dan moeten we het echt voor opnemen. Dus eigenlijk ik investeren, alleen nog wat in oren dingen. Nou, investeren in de mensen. En PVV, wat is voor je het wichtigste programmapunt? Nou, je weet dat veiligheid natuurlijk mijn stokpaardje is. Maar ik vind dat we lusteren maar naar Sietse en Maaike. Dus dicht bij de burgersteen. Referenda vind ik heel belangrijk wanneer er bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling komt. Maar we lusteren naar Sietse en Maaike, naar onze burger.
Nou, dit weer de eerste ronde. We komen dadelijk weer om en dan ik wat inhoudelijke zaken nog. Nou, het liep het mij aardig, noodvertrijen van de tretje partijen hier om tafel ha, om die eens op een war reageren te litten. En Max Arema van de PVV, je kent zelfs de programma's van de oren, collega's hier om tafel. Ik had jou nou naar het programma van de VVD, joh. Wat vind je daar nou een strijd met een punt in? Nou, ik had het programma van de VVD inderdaad lezen en die had het door het, die wil het bestaansrecht van het wetterschip behouden. Wij willen het wetterschip dus gewoon afschaffen. Nou, van Maurik. Ja, maar even nog de belangrijkste reden waarom had het wetterschip voort? Nou, wij denken dat het dat er heel goed dat het bij de provincie toe zit en dat we daar heel wat mee bezinnen kunnen. Oké, we moeten wel droge voeten horen, alleen qua organisatie kennen het best bij de provincie. Van Maurik, waarom ken dat net? Wij houden zo'n het regeer- en gedoogakkoord. Dus dit in dat de gemeente die het sleet, die in de besturen van de wetterschippen kiezen. En de verordert verder onder de bestuurlijke setting van de wetterschippen de komende jaren niks. Wij vinden wel dat de geerwerking tussen wetterschip en provincie, dat kan efficiënter, kan het stadion worden, maar minder bureaucratie en papier. Maar als dat regeer- en gedoogakkoord er nog net, wie dan hier het om jou ik wel bij de provincie kent? Nou, Fjouwer en Jelien waren gewoon partijen voor de afschaffing van de wetterschippen. Daar waren wij toen ik net voor. Safir bij wij is VVD nog net. En dat gedoogakkoord, dat lappen je provinciaal even aan jouw leers, Adema? Ik zoog even naar de provincie. Ik had het nog even net over het gedoogakkoord. Je vreeg me krijg wat ik zie in bepaalde punten in het programma van de VVD. En dit is hier van een voorbeeld. Dat is duidelijk. Van Maurik, als jou nou naar het SP-programma show, wat vind je daar dan een minpunt in? Nou, wij zijn zin aan een aantal megaprojecten, zoals de centrale as, de Haak om Leeuwarden, en er worden nog een paar dingen neemt. Wij willen als VVD de economie een oppepperen, Jan. We willen vooruit, we willen in beweging. De Haak om Leeuwarden hebben alle beslissingen al naam. De Rjochteraad zijn, het is een heel goed project. We gaan er maar trof. En dan denk ik dat het gewoon net realistisch is om in een programma te zeggen van dat project, dat willen we net uitviertje. Dat is nog een achterhoede gevecht. Nou, net eens meer, want de bulldozer ben besteld. Ja, je kent het beter hoe de toekomst gaat in Stefan, hoe zaken die het al spelen, hè, Van der Horst? Nou, als we het over de haken om Leeuwarden hebben, dan staat hier heel iets anders in ons programma, meneer Van Maurik. En dat heeft namelijk te maken met de compensatie voor die weidevogels. En dat willen we eerst uit het vuur slepen, willen we daarmee doorgaan met die haken om Leeuwarden. Met Rotterdam, maar er is al besluit nog met Rotterdam. Ja, maar ja, daarom kun je het nog wel terugdraaien. Er zit letterlijk in het SP-programma, de provincie moet stoppen met veel te dure projecten zoals de centrale as. De Rjochteraad zijn dat de compensatie voor broedvogels, voor weidevogels, op een correcte manier uitviert is. Nou, en toch vinden we dat die prestigeprojecten, hè, dat die gewoon gestopt moeten worden. Want en als we het over de centrale as hebben, nou, dat, als er ergens een onnodige weg is, dan is die het wel, meneer Van Maurik. Als de Rjochter zijn had van, ik doe op deze wie is uitspraak, dan toch wil je hem als SP daar nog in verzetten? Nou ja, goed, ik bedoel, maar er ligt ook nog zoiets als de Raad van State, dat ligt er ook nog. Dus dat is nog lang dat is nog lang niet uitgegeten. Dat wil je toch even voor de microfoon. Hè? Je had de programma's ik lezen, dat programma van de PVV, wat vind je daar nou een strijd met een punt in? Nou, ik vind het punt wat erin staat over de boerka's en de hoofddoekjes in het provinciehuis, dat verboden moet worden. Nou, dat vind ik wel zo erg een symboolpolitiek. En ik denk dat eigenlijk niet in een programma thuis hoort. En waarom net? Nou, omdat dat gewoon wijst op een uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. En dat moeten we gewoon niet voor willen zijn. Nou, dat is een verwijt dat krijg je wel vaker ademen. Ja, dit jij ik wel volle vaker. De boerka's en de hoofddoekjes, die binnen natuurlijk een symbool van de islam. En het is onder andere een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Satjo Witte is de PVV ervoor om gelijkheid van mannen en vrouwen. Dus wij willen dat net. Wij willen geen hoofddoekjes in openbare functies bij het gemeentehuis en bij de provinciehuis. Nou, als iemand als klant de wijze maat of als gast, dan mij het wel? Dan hebben we daar geen moeite mee. We hebben het over openbare functies. Het zijn grote verschillen tussen deze drie partijen. Het zijn net de enige verschillen. Misschien dat in oren debatten ik oren zaken nog naar voren komen. In elk geval zullen we dadelijk naar vier nog even terug praten. En dan zullen we het haar oer verschillen zoals Ierpenbier voor vier, stroom, gas en wetter. Maakt dat nou in handen van de oerhiet of kan je dat maar beter privatiseren? We praten er dadelijk over terug met Tom van Maurik, Jos van der Horst en Max Adema. We lezen de man de volgende stelling voor. Verschennings als het Ierpenbier vervier, stroom, gas en wetter, die jaren in handen van de oerhiet. Ik lees het eerst voor aan Jos van der Horst van de SP. Ja, want dat zijn de basisvoorzieningen voor de mensen. En die horen ook dicht bij de mensen te staan. Dus daar hoort de overheid ook zeggenschap over te hebben. Dus
democratie op zijn top, zeg maar. Dus helemaal voor. Ja, privatiseren, dat is haast wel het biertwoord van de VVD, of net van Maurik? Dat had heel lang zijn best. We zitten nog wel in de tijd dat het een hele beetje weer omgaat. Maar als de merken iets beter maken dan de oerhiet, dan maakt de merken ervoor de rond aan. Dat vindt de VVD. Ja, hoe had de merken het nota dingen op het merk van de punten die je neemt? Hoor? Ik denk vrij goed. Als je bijvoorbeeld naar de telefonie, we zoeken die net privatiseerd hebben. Dan hebben we nog steeds de keuze in je zwart bakken liet een toestel. En dat liep ik net nou precies een situatie die iedereen wollen zou. Maar energie? Energie vind ik de manier die kozen is om het netwerk in handen van de URI te houden. En de handel in de energie om die te privatiseren, die vind ik prima. Als je zus net even bij vervier, dan de trein, dat rent nog net goed. Alleen nog in Noord-Nederland. Busvervier, er zijn minder klachten, er is goed materiaal. Dat rent op zich prima. Ik zei net dat privatiseren altijd ten koste van alles mat. Maar er was wel een open blik ha, om te zien van werk in het voordeel bieden en waar net. Adema, hoe zit de PVV in over privatisering? Nou, privatisering moet op zich wel kennen. Alleen wij willen ook graag, als je het bijvoorbeeld doet openbaar vervoer, dan willen wij betaalbaar en een veilig openbaar vervoer hebben. En ik vind dat de provincie daar toch een paar slagen mist had. Want in de aanbesteding gingen ze volle strakkere eisen stellen met hoe bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de bussen. Wij vinden dus dat, om maar even met mij de termen van Sitz en Maaike te spreken, maar dat ik de beppen van Sitz en Maaike, als ze naar het ziekenhuis te maat en in welk dorp ze dan ik wen het, dat ze met openbaar vervoer ik in dat ziekenhuis komen maat. Ja, dat klinkt mooi, maar in mijn eigen programma stiert ik van het valt iets op dat een soort bussen leeg terug Friesland rijden. Ja, dan moeten we daar dus met boerenverstand een goede oplossing van bedenken. Maar in de onbesteding, daar is misgang, daar hier de provincie volle strakker onbesteden maat dan dat ze in het verliende dienen hebben bij die vervoer. Ik ben van mening dat dat zo is. Ja. En even naar die stelling, privatiseren, want we nemen ik even energie. Kan dat toch maar beter in de handen van het provinciaal bestuur blijven? Het maakt in het belang van de burger wijzen, dat vind ik heel belangrijk. En dat het zo is dat er privatiseerd wordt, dan zou het best kennen. Want soms kennen merken het inderdaad volle beter dan de overheid. Maar dat de overheid het beter kent, die moet in ieder geval een goede vinger in de pap houden om dat goed te regelen. Bij de SP zit het in het programma dat het eigenlijk gewoon weer dat voer in handen van de provincie maakt. Maar ja, als dat één keer voortgegaan is, dan krijg je het dan nooit weer om. Ja, je moet niet uitgaan van wat kan, maar wat moet. Dus wij van de SP vinden gewoon dat we daar gewoon weer dat weer op de agenda moeten zetten. Want nogmaals, als je zeg maar, en met name met het openbaar vervoer, en we hebben het over rendabele lijnen of onrendabele lijnen. Ja goed, wat is onrendabel? Dan heb je het altijd over geld. Maar als je het over sociaal rendabele lijnen hebt, dan heb je het echt over mensen. En we praten hier nu echt over dat er bijvoorbeeld nu op zondag dus geen enkele bus rijdt vanuit de Trisken in de wijk in Drachten. Nou, dat betekent dat er een fix aantal mensen die echt van dat openbaar vervoer afhankelijk zijn, dus echt gewoon niet meer van huis komen. Sociaal rendabel, is dat een term die jou aanspreekt, Adema? Nou ja, je moet hutwijzen werd het mat en je moet zachtwijzen werd het ken. Ja, wat maakt wel in mij, deze opmerking? Jo had het toen sociaal rendabel. Ja, maar dat is een term die de SP nou in de discussie gooit. Spreekt jou dat aan? Nou ja, je moet sociaal wijzen werd het ken, vind ik. En je moet de hut wijzen werd het nodig is. Maar sociaal in de zin van IJpenbier vervier? Ken ik even naar Tom van Maurik? Ik zeg altijd van doe maar zakelijk rekeningen om sociaal te kunnen investeren. En wat de SP vaak zei is van doe maar een beetje sociaal rekening en dan hoeft net zo zakelijk te denken. Nou, dat vind ik nou echt een typische VVD-opmerking. Maar goed, daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Hij is ook een typische VVD, dat hij ook moet ketten. Ja. Hartstikke goed. Maar zo denken wij niet. En als je zegt van nou goed zakelijk, ja prima. Maar je kan bij zaken zoals openbaar vervoer. De VVD heeft bijvoorbeeld in het programma staan van dat het openbaar vervoer niet de vervanger is van de auto, maar een aanvulling daarop. Nou, daar ben ik het dus bijvoorbeeld hartstikke helemaal niet mee eens. Er zijn een hele hoop mensen die gewoon in deze maatschappij gewoon geen auto meer kunnen veroorloven, of niet kunnen rijden, of door een handicap dat, nou ja, aan huis gekluisterd zijn. Dus dan is dat openbaar vervoer dus juist hartstikke belangrijk voor die mensen om van A naar B te komen, om mee te doen in deze maatschappij. Nou, vanwege de tijd moeten we het hier haast bij litten. Maar nog even, Adema van de PVV, Jerren Nolde, VVD en de SP. Bij welke van die twee steen je in deze discussie dan het dichtst? Ik steen het dichtst bij de VVD in dit geval. Dank u wel.